David Altmaat maakte dit werk in 2015. En voor hem is dit werk de bodybuilder, iemand die zijn lichaam terug opbouwt, eigenlijk een hele mooie metafoor voor Europa. En de handen zijn de verschillende nationaliteiten die samenwerken naar een nieuwe toekomst. Maar weer eens, dit beeld is natuurlijk open voor verschillende interpretaties. Dus ja, jij ziet daar een hoopvol toekomstgericht beeld. When I see the hand, that is like give unification. Even this unification is not clear target, because the eyes is closed, cannot see for future. Er is geen hart. Ja, wat betekent dat hart voor jou? There not exist heart, but also the heart, if not exist, you see behind the statue, you see the horizon, and that's also the way to look for a future, maybe can be future clear or not clear. Dus voor jou is het een positief, hoopvol beeld. Het gaat om een witte plaatstersculptuur. Wat betekent de kleur wit voor jou? In my culture, or I think in all the world, the white color, that is positive, that's symbol for peace. And peace at this moment is very important for everybody. Even these immigrants cross the Mediterranean or the cross anywhere, looking for peace, for safety place. Volgens artikel 14 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens heeft iedereen het recht om asiel te zoeken. Als ik kijk naar dit beeld dat Europa voorstelt, dan zie ik daar dat gebrek aan hart, die leegte. En voor mij weerspiegelt dat een beetje het gebrek aan solidariteit dat we vandaag zien in Europa ten aanzien van vluchtelingen. Want staten moeten maar een asielaanvraag behandelen als die op hun grondgebied wordt ingediend. En vandaag is veel van het beleid van Europa gericht om vluchtelingen, asielzoekers, buiten de Europese grenzen te houden. Ik zou zelfs durven zeggen dat voor mij misschien niet alleen het hart, maar soms ook vandaag het verstand, de ratio ontbreekt. Niet alleen een gebrek aan solidariteit, maar ook een gebrek aan het baseren van migratiebeleid op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Now the world also is not like before, it's one network. The people from here go to Africa like investment or tourist, but people from Africa coming here looking for peace or protection, I think that is normal, and the world is one, you cannot separate it.